De lucht is geklaard tussen vicepresident Ronnie Brunswijk en Dagblad Suriname. Directeur Farid Pirkan van Dagblad Suriname heeft gisteren samen met de cartoonist Reinier Asmorejo een gesprek gehad met president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De directeur en de cartoonist hebben hun welgemeende verontschuldigingen naar de VP nogmaals uitgesproken en het geheel is in een gelaten sfeer besproken. Volgens de vicepresident zijn de consequenties duidelijk, maar hij gaf aan dat de Surinaamse natie dit voorval kan gebruiken als kans om dichter bij elkaar te groeien. Het is belangrijk te kijken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt. De VP roept de totale Surinaamse samenleving op om de lessen hieruit te leren en verder als één Suriname door te gaan. Kunstenaar Asmorejo maakte gebruik van de gelegenheid om de president en de vicepresident een kunstwerk aan te bieden. Het kunstwerk van de president heet Hossel Moeje, terwijl die van VP Brunswijk de naam van Lispiki Uma draagt.